welkom in deze nieuwe video van Bolstar. We waren nu op de parklaan, dat je kan zien. En wij zijn nu richting Buitengewoon aan het gaan. Buitengewoon, ja, daar ga je zelf wel zien wat dat precies inhoudt. Maar er zijn leuke activiteiten te doen. En wij gaan eens een keertje kijken wat we allemaal kunnen zien. Dus ik zie al een aantal dingen staan. Wat je hoort, daar gaan we straks naar kijken. Want we gaan eerst via de parklaan zo, dus naar het park. Dat is het einddoel van het park, zodat we zo onze fiets dan terug kunnen gaan halen. Dus, en dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Dus nu wandelen we hier. Het is goed warm. Ik moet wel zeggen, het is een goede temperatuur vandaag. Ondanks gisteren de regen, vandaag beter weer. Dus ik ben wel heel blij dat het beter weer is. En Pipo, die is er ook bij. Dus daar gaan we ook weer leuke filmpjes en dingetjes mee doen. Misschien kan je een fiets laten labelen, maar mijn fiets is al gelabeld. De nieuwe fiets heb ik nog niet. Dus die kan je hier laten labelen. Deze auto. Dus die kan je hier laten labelen. Dan kan je ook iets doen. Restjes. Het is nogal veel. Ja, allemaal zo oude. Ah, oké. Spelletjes. Een beetje shoppen. Die oude spelletjes zit. Kan je hier halen? Het standje, Sinterklaas. Ik heb allemaal spulletjes en zo. Ik het vinden. Briefjes, bijenkrant. Dus het is met de SDGs dat de SDGs, dat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. En we moeten daar eigenlijk mondiaal aan werken tegen 2030. Je zit een grote mop niet in. Ik denk dat boven mijn vest, hè? Ja, boven een jas. Boven mijn dikke jas, dat is goed. Ja, dat biertje. Ik heb ook een pasje mee met dat biertje. Een beetje gekregen vandaag. Ik heb een vliegversje gratis gekregen. Ja? Oh. Ja, voor mama ook een fietsbouw. Ja, dat was de fietsbouw. Ja, dat was een fietsbouw. Maar dit zijn de nieuwe... Ja, maar dat is ook een dus dat mag je allemaal meenemen. Dat is allemaal gratis. Dat hebben we nu juist meegenomen. En dan gaan we even in de rugzak steken. Hier kunnen de kinderen zo wat. Dus ze gaan zo een rondje maken. Zo, dus. Ik vind het ook dat we een aantal dingen gratis krijgen, niet dat ik dat hoef gratis dingen te krijgen, dus ik kom gewoon graag buiten. Maar het is wel leuk als je gratis dingetjes krijgt. En ik weet dat we op een fiets, we hebben een fiets wel gekregen.
We hebben een, twee lichtjes gekregen op de fiets, een vloeivestje, een fietsbel en ook nog zo'n bandje voor aan uw arm te doen. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi en tof dat je dat zo kunt bemachtigen, zal het zo antwoorden. Dus dat is wel tof. En hier zo fitnessen. En hier doen. Dus, zoiets voor sociaal zijn. En nu gaan we helemaal eens kijken wat we nog kunnen vinden. Hier zien we de huifkar. Eruit. Misschien kunnen we wel mee. We zitten nu op de huifkar. Het is de eerste keer dat we op de huifkar zitten. En we zijn aan het wandelen. Dat is wel tof. Met de wandelen. Dus we zitten erop. Dat is wel tof.
Jawel, dan hier weer. Daar ook een van jou, maar... Daar zijn vrouwen die op droge stelten moeten. Voor mij. Kan je dat zien? Ja, oei, het is zo lekker. Maar ik heb die van 14 euro ook nog die lang zoiets dat zo is. Oh, dit is een kusje van. Al het oude ding. Oh, jezus. Oh, Ik heb ook nog een raampje. Het is een beetje druk om alles goed te kunnen zien. Dat is ook wel speciaal. Op terras? Op gezet? Ook wel een leuke dag. Extra plaatje gemaakt voor de dus, dan kunnen er ook flesjes in steken. Dan kan je er niet meer op elkaar doen. Dat is goed. En dan komen er. Dat is speciaal. Zet er twee boutjes in. Ja. Als je de onderste eruit pakt, dan kunnen ze opplooien. Als je deze zo bijeen doet, dan kan ik het er terug in en dan is het vast. Hebben we nog verder nagedacht. Als je alle twee eruit doet. Er is nog van alles staan. Veel kwam interessant van die tafels, om eerlijk te zijn. Veel interessant. Ik heb zo'n folder meegepakt van die tafels. Dat vond ik wel interessant. Dus dat vond ik wel leuk. Dus tussen de 50 en de 100 euro heb je zo'n tafeltje. Wel, dat is 100 tekst, dat kan ook, dat is 35. Dus ongeveer tussen 35 en 100 euro heb je zo'n tafel. Maar als je met tekst wil, is het 50. Dus hier heb je de bakker. Daar kun je een Marokkaan eten, als je dat wilt. De bakker. Wat kan je bij de bakker krijgen? Hetzelfde. Of een andere plaats. Dat is heel nodig te gaan. Dit. Dit zijn de woningaars. Die je wel kent van de televisie. Dan kun je er een beetje voor hebben. Kijk, hier zitten de bijtjes. Dat is een
Deze kindje voor oma. Zo mooi, het speelt toch anders. Prachtig. Ja, mooi. Pevero. Ja. Watjes. Dat is allemaal schattig. Allemaal heel mooi. Prachtig. Oh, mooi. Zijn er nog die kip aan het kopen? Ja, dat vond ik wel uit school. We kunnen hebben nodig, dat past niet meer aan. Echt prachtig. Een lekkere, lekkere wafel. En daar gaan we nu van genieten. En met het mooie uitzicht en met het mooie weer. Dus daar gaan we van genieten. Zo, we gaan nu hier. Het is druk, als een wafel heeft gesmaakt. Dus en we gaan nu richting het park. Het laatste deel van buiten gewoon, dat we nog moeten bekijken. Dus we gaan eens kijken of daar nog leuke dingen spelen. Maar de wafel is in ieder geval al super lekker. Dus en daar gaan we nu. I'm gonna go get some more.
Kijk, we mogen eens op het dingen rijden dus. Wij gaan naar daar parkeren. Het is helemaal gewassen en gedaan. Dus fantastisch. Dus hier gaan we, zijn we aan het fietsen. We gaan hier op en dan zijn we aan het park. En dan gaan we daar leuke vlogjes te maken. En hier gaan we parkeren. Dus dan gaan we weer een stukje wandelen om natuurlijk aan de ingang te staan. Dat is gemakkelijker aan de ingang. Zo. Wacht even. Ja. Aan de ingang van het park gaan we eens kijken wat we allemaal zien. Natuurlijk kom ik al dagelijks in het park, maar nu vandaag staan er leuke dingetjes te zien. Dus dat is echt wel mooi om ook mee te vloggen. Het was heel goed, het was gratis voor de fiets te wassen. Dus alles hebben we een beetje meegepikt, buiten de go-car. Die heb ik niet meer gezien. Maar ja, dat maakt op zich niet uit. Je kunt niet alles doen in het leven. En dat is voor als ik aan de zee ben. Goed, we gaan hier eens kijken of hier een ingang is. En dan gaan we daar in. Zo. Hier gaan we in. Hier gaan we wandelen. Dit is een mooie park. Dat is. Ik heb een kop in, alles van Springkastelen. Ik heb het hier. En hier kun je denk ik je toeten afgeven. Want we hebben hier een toeten. Dus die kun je daar afgeven. Dan wordt het hier ingegaan. Een koordje dat ze moeten afleggen. En dan moeten ze helemaal op het einde wandelen. Dus dat is een beetje een parcours. Dat ze moeten doen. En dan komt het daar terecht. Ja, het zo helemaal rond. Daar kun je voetballen. Ja, voetballen. Ja.
gaan we daar eens kijken. Daar kun je ook vissen en zo. Muziek. En dan moet hij rusten. Ja. Moet hij nog een 3-4 laten rusten. Ja, toch wel. En nadien moet hij beginnen roeren. Zodanig dat hij fijn vormig wordt, want anders wordt hij te grof. En wat is dat dan van temperatuur in de omgeving? Want heel koel zal het dan niet meer zijn. Jawel, jawel. Hier zit zij ook gewoon. Ja, Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ja, misschien doe ik binnenkort nog iets leuks. En dan neem ik jullie zeker en vast mee.